De samenleving wil liever gisteren dan vandaag de beloofde verlichting merken, vooral in de portemonnee, maar ook op het niveau van welzijn en welvaart. En dat begrijpen wij als regering. Ook wij willen dat zo snel mogelijk. Maar om die verlichting te kunnen brengen, voorzitter, en als we dat ook duurzaam willen doen, dan zal eerst een degelijk fundament daarvoor moeten zijn. Dat fundament was er niet of was kapotgeslagen bij ons aantreden. En juist omdat dat er niet was, zullen wij dat eerst moeten bouwen en of herstellen. Daar werken wij nu aan. Het bouwen aan een degelijk fundament op basis waarvan wij duurzame welvaart en welzijn voor de samenleving kunnen brengen.